9 maart 1924 speelde Willem II voor het eerst een wedstrijd hier in deze locatie aan de Gordenseweg dus. En stom toevallig was een voorloper van FC Eindhoven, EVV uit Eindhoven, destijds de tegenstander van Willem II. Al wat tijd voor een voorzet en dat is een goede voorzet. En daar is ook de voorsprong voor Willem II. Oosting bekroont zijn terugkeer in de basis met een goal. Krijgt daadwerkelijk alle tijd en ruimte om die voorzet te geven. Oosting in positie, maar het is wel een bekeken bal van die zet. Kuchtje, die doet hem zo cadeau. Beweging bij Oosting, die kan als een tweede gaan maken. Rottier vertrokken. Dat was zeker geen buitenspel voor Rottier. Die is die bal maar eens moeten zien binnen te houden. Dat heeft hij voor elkaar gekregen. Er is weinig steun. Die komt er nu. Weer El Bouchatoui. Waardige voorzet. En dan moet die keeper zich toch nog even strekken. Dan lost Smits het uiteindelijk op. Die pas laat in actie kan komen. Want hij natuurlijk niet weet of die bal nog aangeraakt wordt door Prisco of Schouten. Maar bleef vrij rustig. Dodeman. De bal van Dodeman. Oosting heeft zich slim laten zakken uit de spits. Hier is Hilterman. Hilterman gaat het zelf doen en test daar even Brondeel. En die heeft hem uiteindelijk te pakken. Bos. Goed weggedraaid door Bos. En ook een vlammend schot daarna van de middenvelder. Kukcu. Dan moet hij er twee opletten. Kukcu. Echt in de handen van de spits. Bouchatoui. Kukcu. Variant van Eindhoven. Levert niets op. Wellicht in het vervolg. Met Eugenia. Trekt die bal in ieder geval weer in. Aan mijn voor. Niet Rottier. Met een kans. De beste kans voor Eindhoven. Gepakt door Smits. Doet veel goed Rottier door hier de bal uitstekend aan te nemen en om gelijk speel klaar te hebben, maar hij pookte niet binnen. Bos komt Willem II met de versnelling in de aanval. Hilterman, Bos kan het proberen. Bos! Oh, wat een pech van Bos. Dat is een fraai uithaal. Want hij was heel dicht bij de 2-0. Geen enkele kans voor Brondeel. De paal redt hier Eindhoven. Dusse Jago kan binnendoor naar Bos. Maar bij voor goed opgesteld. Doorzag de plannen van Bos. Voordeel voor Prieske die nu meters kan maken. En bij vrij rap is met de bal aan de voet. Zo rechtdoor. Prieske. Er zou het in kunnen zitten voor Eindhoven. Sterker nog, dus gewoon een uitstekende aanval. De afronding van Prieske is dan ondermaats. Dodeman. Balverlies. El Bouchatoui. En dus weer Willem II. Hilterman naar de eerste paal. Dat doet hij nog knap hoe hij daar voor zijn tegenstander komt. Moeilijk om echt de richting mee te geven. Een goede loopactie van Jerry Hilterman. Meerveld. Oosting. Dat is een droge knal. Goede redding ook. Dan zit er nog wel leven in die Tilburgse aanval. Uitstekende sliding. Hard, maar ver van Santiago. En dan tot besluit. Een schot dat er wordt aangeraakt van Verret. Dus een hoekschop. Hoekschop Willem II. Binnengekopt. En zo is het 2-0. Santiago
onberispelijk binnengeknikt door de verdediger van Willem II. Zo slaat Willem II opnieuw snel in de helft toe. Trap laten vallen door Oosting voor Bos. Bokila, ja, die jaagt door. Bokila laat zich dit niet opnemen. Na geschutter van Limori maakt hij er 3-0 van. En hij doet het weer als invaller. En is nu alleen de clubtopscorer van Willem II met 11 goals. Bokila. Kukcu legt het nog een keer aardig neer. Nou, dat is dan de beste kans eigenlijk voor Eindhoven van de tweede helft. Voor de jonge Simons. Een overtuigende overwinning. En dat is zeker in de score het geval. En eigenlijk ook wel in het veldspel. Want geen moment zijn de Tilburgers in de problemen gekomen.